vandaag zijn we weer met Gouden Kamer. En vandaag doen we 8 commands. Dus van die ene command blokken met die iets speciaals erbij. Ja, maar eerst wil ik mijn vuurwerk nog laten zien. Ik heb het eigenlijk van iemand anders. Ik ben even de naam kwijt en ik kan het nou niet zo snel opzoeken. Dus ik laat het gewoon even zien. Kijk dit. Hallo? Wat? Waar zijn ze gebleven? Zo, ik heb het weer opgelost. Ik hoop dat het deze keer wel werkt. Oeh! Mooi, hè? Maar het werkt niet zo erg goed, want ik heb het fout gedaan. Eigenlijk moet je een mechanisme maken die omhoog gaat en dan weer naar beneden. Omhoog gaat en dan weer naar beneden in dat tempo. Maar dit ziet ook wel heel vet uit. Het zou eigenlijk veel werk moeten zijn, maar... ik kan het niet oppakken. Zo. Dat heb ik laten zien, maar nu wil ik ook nog gewoon beginnen met het filmpje, dus ik begin maar. En de eerste command is deze command. Execute, apenstaartje A, type, arrow, en dan teleport, apenstaartje P. Nou, je denkt zeker, wat een vredesnaam is dit. Je pakt hem bijna omhoog. Oh, wacht, ik ben niet vergeten. Pak de boog, maar eerst doe je deze aan. Wat? Ik weet al wat ik voor had gedaan. Daar waren ook nog arrows. Dan heb ik ze allemaal gepakt. Nou, is goed. En ik ga gewoon verder. En dan schiet je in de verte. En dan word je naartoe geteleporteerd. Dat is handig voor minigames. Bij mij hapert het nou een beetje, maar... het kan beter. Dit hapert echt heel erg. Ik hoop dat het straks beter gaat. Nee. Dat is beter. Kijk hoe ver ik maar bij ben gedaan. Eigenlijk is hier al een beetje nutteloos bij mij. Want bij mij hapert het. Dus ik zet hem even uit. Dit is C. C is van, dat moet je intypen. En I like pancakes mag je vervangen door je eigen titel. Dan staat er hier, links, boven. I like pancakes. Dus dat, ik hou van pannenkoeken. Ik kan hem ook een kleurtje geven. Dan moet je dit doen. Zo. Het werkt niet. Oké, dan werkt het niet. Het werkt niet. Oké. Maar er staat wel I like pancakes heel vaak. Er is nog een andere. Dat is zo Tito voor je, maar die leg ik anders uit. En deze is heel erg handig voor video's. Voor games. Time set day. Het is nou avond, dus het is wel een goede tijd. Bam. Het is weer dag. Kijk hem even naar. Time. Tim. Dat is de naam van boer. En set day. En je kan ook nacht doen. Time set night. En dan doe ik even dag. En hier is set lock. Dus dat je een blok neerzet. Kijk, dan zet je maar even op pauze, dan kan je even bekijken. Ja. Kijk, als ik hem nou weer sloop, doen we weer, is hier weer. Die kan je dan, de onderkant kan je dan ook bekijken, dat is dan ook handig. Ik heb het geprobeerd met de bed, maar dat lukte niet. Je kan het ook bijvoorbeeld... stone. Dan heb je een steenblok. En ik wil je nog één dingetje laten zien. Die hier ook bij hoort. Deze even weg.
Dan doe je dit. Zet je een hoofd neer. En zet blok. En dan. Oh nee. Beton. Dit is button. Oh wacht. Stone. Beton. Controleer het maar even. Oh wacht, nee. Ik ben het vergeten. 1, 2. En dan. Enter. Oeps. Ik weet wat ik fout heb gedaan. Zet blok. En dan. De. Beton. 1, 4. Bam! En omdat ik nou een stenen button heb neergezet, is het dit. Je kan het slopen. Want je kan er ook doorheen. Zo, en ik kreeg net te horen dat ik kan stoppen. Dus dit is een hele goeie, kan je onthouden. Oh. Dat is bij mij nog nooit gebeurd. Het blijft gewoon staan. Ah. Dat is hij weer gewoon. Oké. En deze nog even weg. En dan kunnen we verder gaan. We hebben het cake gehad. Cake. Oh nee, wacht. Steen. Difficulty hard. Dit is het spelmodus. Nou, heel erg moeilijk gezet. Die kan je onthouden. Hier. Ik geef een survival, want daar heb je de. Zo, alleen zo kan je dingen doen. Zo. Ik heb nu op de knop gedrukt en dat zorgt ervoor dat je tegen lava kan. Of tegen vuur. Maar als ik dit doe. Vet, hè? Ik stuik me gewoon een taartje in de fik. Zo kan ik een video echt niet afronden. Ja. Zo, dan kan ik weer verder. Nou, dit was het stukje van de video. Ik wou dit nog gewoon even laten zien. En ik hoop dat jullie het leuk vonden van de 8 commands. Dus ik hoop dat jullie dit kunnen gebruiken voor minigames of wat dan ook. En tot de volgende keer!